Leuk je weer kijkt naar mijn kanaal Bokeno. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag ben ik hier met... Met Bart. En met Abby, de moeder van Bo. En vandaag doen wij de Mother versus Boyfriend Challenge. En dat houdt dus zeg maar in dat ik vragen ga stellen over mijzelf. En dan gaan we zien wie mij beter kent. En ja, nee, mijn moeder kent mij heel mijn leven. En Bart echt? 3 jaar of zo, dus... Spannend moment. Geen competitie eigenlijk. Nou, een beetje wel. Het ligt er een beetje aan wat voor vragen je had te stellen. Ja, als je vragen over vroeger gaat stellen. Ja, precies. En we mochten ze niet van tevoren weten. Dus dat is een beetje lastig. Dat klopt. Dus, hebben jullie zin in deze video? Doe alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Dan kan je dat nu doen door op het abonneerknopje te drukken. Hier beneden. Nou, en dan ga ik even de eerste vraag pakken. Nee. Jullie mogen allebei gewoon antwoorden. En dan daarna zeg ik van wie het goed heeft. Of allebei goed. Dat kan ook. Nou, kom maar op. Dus de eerste vraag is, wat is mijn schoenmaat? Ja, 38,5. 38,5 of 39? Ja, ik was eerder. Ja, het was inderdaad 38,5. Jij was eerder, dus... Oh, ja, maar... Ja, maar jij moest er wel te lang over nadenken. Nou, punt voor jou. De tweede vraag, en je mag ook meerdere antwoorden geven. Wat is mijn favoriete eten? Pizza. Ja, echt wel. Ja, dat kunnen meer dingen zijn. Pizza. Pasta carbonara vind je ook lekker, bij de Fappiano vind je die heel lekker. Helemaal niet. Wel. Jeetje. En voor de rest? Chips. En Earl Grey thee en appeltaart van mij. Maar het lekkerste vind je toch echt pizza, denk ik. Ja? Ja. Bode heeft altijd fases. Dat ze zeg maar, dan de ene keer vindt ze dat heel lekker en dan... Ja, pizza is ze altijd. En... Okay. Maar ik vind ook Grieks heel lekker. Gyros. En gyros en gewoon pasta. En Mexicaans laatste tijd. Doritos. Ja. Ja, en zuurkoolschotel laatste tijd. Ja, het is van alles. Dus een beetje indecisive. Allebei punten. Oh, oké, nou, lief hoor. Nou, een hele awkward vraag. Wanneer was mijn eerste zoen? Hoe oud was ik toen? 11 of zo. Ik denk nog wel iets eerder. Zo, wat dacht je dan? 7? Ik weet niet hoe oud je precies was, maar ik denk 10. Ja, het was 11. Nee! En ik was er niet bij, dus ik wist het niet. Maar... Ik was er ook niet bij, ja. Nee, maar het was in groep 7 of zo. Schandalig, veel te vroeg. Veel te jong. Oké, okay, wat wilde ik vroeger worden? Stewardess. Ja. Maar dat wil je nog steeds wel. Ja, precies. Wat? Wilt u dat nog steeds? Ja. Nou ja, ik zou het op zich niet erg vinden. De KLM is ook wel nieuwe stewardessen. Ja, nou, KLM, bel me. Weet iemand toevallig nog iets? Want er zijn nogal meerdere dingen geweest. Model. Presentatrice. Dat wilde je ook wel. Ja, ik wilde ook wel schrijfster worden. Oh ja. Vroeger ja. Schreef ik heel veel verhalen. Maar allebei weer punten. Ja, zo, dat gaat er gelijk op. Wat is mijn geluksgetal? Geen idee, 4. Nee. Oh. 3. 7. Nee. 12. Nee. 13. Nee. 1. 1, ja. Oh, nou. Ja. Nou, dat vind ik geen punten waard hoor. Ja, tuurlijk wel. Nee, dat is wel toch. Ja, 1. Ja. 1 punt. Altijd al 1. Ik weet niet waarom altijd 1. Nee, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Waarom? Gewoon. 1, hè. Een interessante vraag. Okay. Wat is mijn make-up routine? En dan mag jij die zeggen. En daarna jij. Make-up routine. Je doet concealer op. Een beetje hier en een beetje hier en daar. En dan doe je eyeliner, mascara, wenkbrauwen, een beetje highlighter, een beetje bronzer. Misschien, nee, niet blush eigenlijk niet. En dan iets van lipstick, matte lipstick. Hmm. Nou, nu jij. Dagelijks routine. Eerst concealer en ook hier doe je het een beetje. Dat doe je ook, dat ben je vergeten. Oh. Ja, en je doet een beetje je eyeliner. Ja. En een beetje, hoe heet dat, op je wimpers. Ja, en, hoe heet dat? En een beetje hier zo de highlighter. Ja. En soms lipstick, maar dat is het meestal niet. Ja, dan wordt beter, want ik doe bijna nooit bronzer. Ja. Heel ja. Soms doe ik maar bronzer, alleen als ik erop uit ga. Dus, erop uit, hè. Ja, dus Bart heeft dit keer de pot. Oké. Waar zou ik het liefst willen wonen als het komt? In Amerika. In Orlando. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. En waar in Nederland als het kon? Rotterdam. Rotterdam. De Rotterdam. Ja, okay. De Rotterdam, dat is een gebouw. Krijgen we nu allebei weer punten? Ja. Welke kleur ogen heb ik? Blauw, grijs. Bruin. Nee. Bruin, een beetje groen. Groenig. Blauw, grijs, groenig. Niet blauw, echt niet blauw. Totaal niet blauw. Wat ben jij dan? Zeg het dan. Ja, bruin, groen. En jij kijkt vaker in de ogen. Ja. Bruin, groen. Ja, hij heeft gelijk. Ja. Niet blauw. Vroeger waren ze veel blauwer. Nou. Ja, echt waar. Bart heeft het goed. Ik zei het. Maar het is logisch. Kom weer, maar het is logisch. Ja.
Vroeger had ze blauwe ogen. Hoe lang bestaat mijn YouTube kanaal dit jaar? 10 jaar. 9 jaar? 10 jaar. Oh, twijfelde. Super lang. Tien jaar. Op 10 ja. juni bestaat het 10 jaar. Ja. Echt waar? Ja. Nou, dan moeten we een feestje vieren. Ja. Mocht jij nog wel een YouTube kanaal toen je jong was? Ik heb het aangemaakt. Oh, ik heb het aangemaakt. Oh. Ja. Oh, nou dat is het niet. De laatste vraag alweer. Het is vandaag hoeveel staat het? Ik zei dat zeg ik voor. Nog niet. Wat staat er op nummer 1 op mijn bucketlist? Ik heb niet echt een bucketlist, maar wat zou ik het liefst doen? Een koala knuffelen. Nee, dat niet. In de Rotterdam wonen. Nee, ook niet. Naar Orlando. Daar ben ik al geweest. Op wereldreis. Nee, ook niet. Het is best makkelijk, maar... Trouwen met Wart. Nee! Nee! 10 minpunten. Ah, nou. 1 miljoen abonnees halen. Nee. Ja, nee, dat is niet wat ik in mijn hoofd heb. Dat zou ik ook wel willen, maar... Iemand ontmoeten. Nee. Is op vakantie gaan. Het heeft ermee te maken. Een cruise. Is het naar alle Disneyparken? Heel ja! Oh. Oh, ja. Ik dacht er wel aan, maar ik dacht... Ja. Dus welke moet je dan op? Nog 3 te gaan of zo? Tokio en Shanghai. Ja. En dan nog de Disney Cruises. Nou, dat was alweer de video voor vandaag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En moet ik dit nog een keer doen? En dan bijvoorbeeld met, weet ik veel, mijn broertje, noem maar op. We moeten nog wel even weten wie er gewonnen hebben. Oh ja. Nou, ja, dan laat ze goed, hè? Ik had de laatste ja, ja, ja. Dan ja. Heeft Bart gewonnen. Ja. Oké, nou, één punt verschil. Valt nog mee dan, toch? Nou, doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ja, als je wil dat ik dit nog een keer ga doen, weer met mijn moeder en Bart of met iemand anders, laat het vooral ook weten in de reacties. Ik mag nog even zeggen dat ik het een keer leuk vind om bodem make-up te doen. Ja. Vinden jullie dat leuk? Nou. Zet het dan ook maar even in de comments. Vooruit. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Klik dan nu op mijn foto hieronder. En dan nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei! Doei.